Onlangs hoorden wij dat de 17-jarige Paul Heinen uit Grondseld jurylid is geweest op een duivenbeurs in Blackpool, Engeland. Reden voor ons om hem te vragen hoe dat zit. Um, wij kennen een meneer uit Engeland, die heet John Wheatcroft. Die kennen we al een heel aantal jaar. En uh, die had mij een half jaar geleden gevraagd of ik um, de duiven van de jeugd van Groot-Brittannië wilde komen keuren op de beurs in Blackpool. En... Uh, ja toen hebben wij heb ik gezegd dat, dat, dat ik dat wel leuk vond Jan Krouw is een duiveliefhebber hier uit de buurt en uh, die heeft ons toen geholpen met het keuren van de duiven. Hoe word je eigenlijk keurmeester van een duif volg je daar een cursus voor? Um, voor de ja, de mensen die wat serieus de duiven gaan keuren, mensen die wat duiven hebben voor alleen tentoonstellingen, die worden meestal gekeurd door keurmeesters die certificaten en zo hebben. Maar de duiven die wat normaal naar een wedstrijd gaan, dus eigenlijk reisduiven, en als die op een tentoonstelling staan, dan worden die meestal gekeurd door mensen die zelf ook wedstrijdduiven hebben. En, uh, ja, dus die weten ook zelf hoe een duif er moet uitzien, hoe de. Ja, hoe de bouw moet zijn. En ja, die worden dan meestal gewoon door goed spelende liefhebbers gekeurd. Kun je ons eens laten zien op welke punten je nou eigenlijk een duif keurt? Ja, is goed. Ik zal jullie even iets laten zien. Dus kom maar even mee. We kijken meestal altijd eerst naar de uitstraling, hoe die er buiten af ziet. Van ziet of die mooie kleuren er heeft, Of de veren goed zitten. Dan kijken we naar de vleugel. Dan kijken we of die tien pennen heeft of soms elf pennen. En kijken we of er geen beschadigingen zijn. Dan wordt er gekeken achter bij het stuitje of dat goed gesloten is. Uh, want het is beter als het, ja, de potten goed op elkaar zitten. Dan wordt er hier naar de, ja, de vliegarm hier gekeken of die niet te lang is. Hoe leer je nou eigenlijk een duif dat steeds naar jou terug moet komen? Dat is eigenlijk een beetje het instinct van een duif. Een duif die groeit op op een hok. Hij gaat daaruit vliegen. Hij vliegt zijn training, trainingsrondjes om het huis. Dan ga je hem korte stukjes loslaten, zodat hij steeds naar huis komt. En dat ga je steeds verder. En de, een duif oriënteert zich op de zon. Dus hij heeft een zonnekompas. Hij oriënteert zich op het aardmagnetisme. Hij zit in zijn bek, zit in de... Een zintuig dat wat het aardmagnetisme kan waarnemen. En hij oriënteert zich op de geur. Dus hij kan ook de geur waarnemen. En hierdoor kan een duif ja, bijna altijd de weg naar huis terugvinden. Om een beeld te krijgen van die modernisering in de duivensport. laten vader en zoon ons wat voorbeelden zien. Ja, dit is een voorbeeld van de oude duivensport: eigenlijk de traditionele klok. De duiven gaan op reis. En die krijgen dan meestal twee rubberingetjes om. Dan komt die duif thuis en dan moet je als liefhebber die duif pakken en dan gaat het erom om zo snel mogelijk dit ringetje in de klok te duwen. En dan moet je op een gegeven moment de afslag maken en dan komt hier aan de zijkant van de klok de tijd te staan. En dit is eigenlijk de oude methode om te weten hoe laat komt die duif thuis. En hoe ziet de nieuwe klok eruit? Tegenwoordig hebben we hier zo'n soort van computertje. En uh, elke duif heeft een chipring om zijn poot. Dus uh, die duif die komt dan aanvliegen. En dan landt die op, op deze plaat. En dan kun je hier precies het ringnummer en de tijd aflezen. Dat de duif op de dag van lossing gelost wordt. En vanaf dat moment begint de ring de locatie van de duif op te slaan. En als de duif thuis komt, dan haal je dat ringetje van de poot af. Dan stop je dat hier in en sluit je dan aan op de computer. Dan wordt die ring uitgelezen. En dan kan ik precies het pad zien dat de duif heeft gevlogen. Dan kan ik de snelheid, de hoogte. Wat je hier ziet zijn de routes van vier verschillende duiven. Hier kun je zien dat één duif helemaal verkeerd vliegt. Die vliegt helemaal naar Brabant. En dan komt die pas terug naar huis. En hier zie je een duif die helemaal naar Duitsland vliegt. En dan pas terug naar huis vliegt. En dat kun je dus allemaal zien aan de hand van dit programma. De duivels communicatiemiddel, daar zit een verhaal achter. Jazeker, als je de geschiedenis bekijkt, de Egyptenaren die maakten al gebruik van duiven. Gingen ze de Nijl op, loslaten, dat men wist waar men was. Met name in het beleg van Parijs, 1870, werden al duiven gebruikt. Via ballonnen. Maar natuurlijk, het hoogtepunt is Wereldoorlog 1. Enkele hele bekende duiven, Ami... die dus meer dan 100 vluchten gedaan heeft en zelfs een medaille donneur gekregen heeft, staat nu in het uh, uh, paleis in uh, Londen. En dan heb je natuurlijk duiven die als spionagemiddel werden gebruikt, waar foto's werden meegemaakt en in de Tweede Wereldoorlog is dat ook gebeurd. In Japan maakt men nog steeds gebruik van duiven tussen ziekenhuizen in, waar bloedmonsters mee gevlogen heeft. En in de tachtiger jaren was een journalist van de Volkskrant. Die had ook een duivenkorf bij zich, was nog niet digitaal. En die had in de eerste helft al de eerste foto's. en die gingen rechtstreeks naar de Volkskrant. Dat was voor die tijden primeur. Dat werd gedaan en de pauze laat ook nog duiven lossen. Dus de duif is de voorganger van de WhatsApp? Ik denk het wel, ja. Ik ben nog altijd iemand die geen mobiele telefoon heeft. Ik gebruik nog duiven.